hebben een zoogkoeienhouderij, boerderij zeg maar, hier in de Onlanden. We beheren een 500 hectare natuurland hier in de Onlanden van natuurmonumenten. En dat is natuurlijk een unieke samenwerking tussen aan de ene kant een agrariër, een ondernemer, dat ben ik, de boer, en een natuurorganisatie. Hey dames, goeiedag. Ik heb hooi nodig voor de wintervoeding. Die haal ik van de landerijen af. Daarnaast beweiden mijn koeien de zomerdag. Nou, zeker een 300-400 hectare van het gebied. En er wordt op een hele natuurlijke manier wordt hier het beheer uitgevoerd. Dit is dus het kruidenrijke hooi uit het gebied, uit de Onlanden. Ja, dat is, het is stokkig, dat kun je zien. Het is, maar dat is gewoon voor onze koeien is dat gewoon echt super. Ze vinden het hartstikke lekker en ze scheiden er een mooie stijve keutel van. Ja, die belandt weer in de potstal. En gezamenlijk met stro in de potstal komt die keutel met die. Dat is weer de mest waar wij onze landerijen weer mee bemesten, zeg maar. Het ruikt echt fantastisch. Wij staan hier voor de kijkstal van het Hoge Veld. Dit is altijd vrij toegankelijk voor het publiek. Vroeger had ieder dorp wel een boer. En iedereen die kende wel een boer of een boerderij, wist hoe het eraan toe ging. En tegenwoordig is dat eigenlijk niet meer zo. Boeren zijn best wel uniek geworden, er stoppen heel veel boeren. Dus wij vinden het belangrijk om het contact met de burger te hebben. We bouwen eigenlijk een kloof tussen boer en burger. Om te laten zien waar je mee bezig bent, wat je doet en waarom je dat doet. Dat concept, natuurbeheer, natuurlijk gras, dit gedrag hier, dat maakt een heel bijzonder product, eindproduct biologisch vlees.